Er staan zoveel details op de kaart dat je geblinddoekt een hele route kunt afleggen. Zonder dat je tegen een lantaarnpaal of ergens van afstapt. Want de kaart is zo gedetailleerd, je weet precies waar de stoeprand ligt. Kampen is de eerste gemeente in Nederland die zichzelf digitaal in kaart heeft gebracht. En geldt als voorbeeld voor alle andere gemeenten. Daar zijn we ook trots op. Maar het is ook het begin van een ontwikkeling waar alle gemeenten voor komen te staan. De grootschalige basiskaart Nederland, zoals het deftig heet, die komt aan zijn eind. En alle gemeenten worden nu gevraagd mee te werken aan deze nieuwe vorm van het maken van kaarten. De burger die kan dus zelf thuis van achter zijn computer kan zijn wandel- en fietsroutes gaan bepalen. Die kan kijken waar de bouwvergunningen getoond kunnen worden en ze kunnen de bouwvergunning zelf zien. Je kunt het als onderlegger voor je bestemmingsplannen gebruiken. Maar je kunt het ook gebruiken als er nog een nieuwbouwwijk in aanbouw is. Op de meeste kaarten staat de nieuwbouwwijk nog niet, terwijl wij al de bouwwegen in de kaart hebben gebracht. Als er dan een metselaar van de stijgers valt, dan weet de ambulance meteen waar die naartoe moet. Niet alleen hulpdiensten, maar iedereen met internet kan het gratis zien. Je weet dat de bestemming voor het gebied is, of er bouwaanvragen voor zijn gedaan. En er hangen ook foto's achter. De kaarten worden onmiddellijk geüpdate en dat is ook interessant voor navigatiesystemen. Wat wij vandaag verwerken, dat staat morgen op een landelijke database, zodat iedereen dat kan bekijken.